lukken! Niet te hard, Erik, niet te hard! Ik heb wel eens meegemaakt dat mijn moeder op een gegeven moment bij een training kan kijken en dat ze gewoon de baan opliep en zei, kan ik je even spreken? Vind je dat gewoon dat je zo tegen die kinderen doet? Kijk, dat ze op moeten letten, prima, zei ze. Maar dat kan ook op een andere toon. Ja, maar er zijn heel veel softies. Als je iets zegt, dan zijn mensen gelijk helemaal emotioneel van slag. Nou, daar win je geen oorlog mee. Als je topsoort wil, als je het hoogste wil, waar je vandaan komt, wat je ook wil, moet je pijn lijden. Als je dat niet kan, ga alsjeblieft dammen. Je kan niet altijd maar alles maar roepen. Dus ik ben aan het leren in mijn tweede deel van mijn leven. Want ik ga ervan uit dat ik 112 word. En dat klinkt heel raar, jongens, hè? Maar het leven is helemaal niet zo moeilijk. Maar we maken het onszelf zo moeilijk. We leggen onszelf veel te veel druk op. En we verwachten zelf veel te veel. Dat klinkt heel tegenstrijdig met hoe ik als trainer ben. Maar het is heel belangrijk dat je mensen een fijn gevoel geeft, een lekker warm bad, waar mensen kunnen laten zien dat ze heel goed zijn. En het is heel belangrijk om mensen vertrouwen te geven. Nou, dat heb ik vroeger heel erg gemist. Ik werd vroeger heel erg aangekeken van wat loop je raar en waarom doe je zo en waarom hoor je dit niet en waarom doe je weer zo. Ah, weet je jongens, ik kan daar niks mee. Ik heb er niet om gevraagd dat ik op mijn vierde levensjaar hersenvliesontsteking kreeg, een slecht oog kreeg, moeilijke benen kreeg en slecht horen. Ik heb daar niet om gevraagd. En ik kan daar heel dramatisch over doen, maar het schiet er niet mee op. Ik heb meegedaan aan twee Paralympische Spelen. En ik ben in 1984 derde geworden op de 5 kilometer. En in 1988 ben ik vierde geworden op de 5 kilometer. En ik ben een aantal keer Nederlands kampioen geweest. Ja, dan ga je op een gegeven moment, word je ouder. Nee, dat is ook echt gebeurd wat ik jullie nu vertel. Dan zei een docent van, je moet niet verder gaan, John, want meer weet je niet. Dat andere is te hoog gegrepen. Nou, dan zei ik dat teleurgesteld tegen 101. Er zijn 101. Maar wie zijn die mensen dan om dat te zeggen? Wij gaan door, je geeft je op voor een nieuwe cursus. Mocht je het niet halen, heb je wel de ervaring opgedaan. Nou, tweede papiertje binnengehaald. En zo ben ik doorgegaan. En dan kom je wel door steun van anderen, hè? Ik heb het ook niet alleen kunnen redden. Ik heb maar bij één iemand getraind, dat is Honoré Hoed. Nou, ik hoef verder geen toelichting te doen over die naam. Dat moeten mensen zelf maar even gaan opzoeken. Maar dat is voor mij wel de man met de juiste visie, de juiste kijk op hoe je moet werken op de middellange afstand en lange afstand. Dus ik ben eigenlijk een apostel van Honoré Hoed. En in de loop der jaren heb ik mijn eigen suitjes erin gedaan. En nu ben ik wel zo ver dat mensen denken van, ze vinden me. Kijk, ik raai het om, hè. Die twee dames komen niet van niks uit Enschede naar Arnhem. Dan doen ze echt niet omdat ik nou een aardig fan ben, wat ik overigens wel ben, hoor. Maar die komen gewoon voor je kennis. Ik ben net zoals al die trainers, we kwijlen allemaal op succes. En daar hoort John Jansen ook bij. En daar is John Jansen geen uitzondering in. Maar John Jansen probeert ook te genieten van de mensen die niet de krant halen en die niet een Nederlands kampioenschap halen, maar wel een enorme grote progressie boeken op een marathon of op een 10 kilometer of op een 5 kilometer. Want die mensen zijn me net zo belangrijk als die toppers. Vandaar dat ik JJ Redding, en dat durf ik volmondig te zeggen, een kleurrijk pad vind. Iedereen is welkom. En iedereen krijgt van mij evenveel aandacht. Die mooie bank die daar nu helemaal volgegooid staat met kleren, dan lig ik gewoon lang uit. En ik doe mijn ding en ik eet en ik drink koffie en ik laat mijn hondje uit, katootje. En dat doe ik 4 keer per dag. En ik maak schema's en ik kijk op mijn telefoon en iedereen krijgt antwoord. En dat is mijn werk. En 4 keer in de week zie ik mijn atleten en ga ik ermee aan de slag. Ik adem en ik leef atletiek.
Ik ben er nu inmiddels wel achter gekomen dat ik niet zonder atletiek kan. Dus ik hoop dit zo heel lang te kunnen doen. En ik realiseer me ook wel dat het moeilijk gaat worden fysiek. Ja, voorlopig is dat nog niet aan de orde, maar ik zal met een rollator komen. Ik zal met een scooter komen. Ik zal met alles doen dat ik het zo lang mogelijk kan doen. Want ik denk, als ik dat moet gaan missen, en dat mag misschien niet in het interview, dan ben ik liever dood.